We staan hier in Theater Diligentia in Den Haag, waar zometeen het Wereldbevolkingsrapport 2017 wordt gelanceerd. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen, een belangrijke bijdrage levert aan de welvaart internationaal, maar ook in Nederland. Daar gaan we zometeen met heel veel knappe koppen over praten en ik ben heel benieuwd. De uitdaging waar ik tegenaan loop in mijn carrière, bij het maken van carrière en daarbij ook het hebben van een kinderwens, is dat vrouwen beginnen natuurlijk eind 20, begin 30 vaak met het krijgen van kinderen. Maar dit is ook het moment dat je juist kunt gaan pieken in je carrière. Kan je dan nog wel die carrière ladder met de snelheid omhoog klimmen als dat je voorheen hebt gedaan? En dat zijn toch wel dingen die heel erg door je hoofd heen gaan. Ik denk van, oh. Maar wat nou als ik zwanger word, zou ik dan wel een vast contract krijgen? En wat mijn uitdagingen zijn als werkende moeder eigenlijk, is dat je altijd alle ballen hoog moet houden. Ja, ik heb constant ook een soort schuldgevoel, zeg maar, als ik dan weer tot laat aan het werk ben. Van, oh, ik heb alweer een dag niks met die kinderen gedaan. Wat er volgens mij moet gaan gebeuren om genderongelijkheid uit de wereld te helpen, is dat we ook op een andere manier naar vrouwen gaan kijken. Door mannen en vrouwen gelijkwaardig te zien en mannen als zowel vrouwen als gelijkwaardige gesprekspartners te behandelen. Ja, ik ben net zelf vader geworden en heb zelf niet zo heel veel vaderschapsverlof. Maar wij strijden in cao's wel voor steeds meer ruimte voor dat verlof. En dat dus ook de man een aandeel moet hebben in het zorgen voor de kinderen. En dat zal zeker helpen in mijn carrière. Ik denk dat aandacht voor plezier in seksualiteit en de seksuele voorlichting heel erg belangrijk is om genderongelijkheid de wereld uit te helpen. Omdat je op die manier aandacht hebt voor het lichaam, respect voor jezelf, maar ook respect voor een ander.